Helmut Lotti, een van mijn jeugdhelden. Van harte welkom. Dank u wel. Hoe is het met u? Heel goed. Heel goed. Eerlijk waar, ik ben blij dat je zegt heel goed, want in het begin van het jaar had ik even het gevoel dat het nogal bergaf ging met u. Oei. Chaka! 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 Het is wel duidelijk dat jij een Italië-liefhebber bent. Dus toen je met Wim Liebert mee mocht met de Columbus dit jaar, wist hij dan ook snel wat uw bestemming ging zijn? Nou, houden. Alsjeblieft. Brazilië. Brazilië, ook het hout halen van Zuid-Amerika. Het moest een land zijn waar je nog niet geweest was. Ah, oké. Okay. Ah. Dat verklaart een en ander. En hoe was uw trip? Met Wim. Ja? Geweldig. Ja, dat was echt tof. Ik heb daar vreselijk van genoten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het mij zelden overkomen is dat ik heel de tijd met iemand samen ben en dat die mij geen 5 seconden op mijn zenuwen werkt. En de Wim, dat is gewoon een zalige mens. Die is zo open, dat is een heerlijke mens. Gewoon. Ja, het plezier spatte van het scherm en het was ook wel duidelijk dat jullie echt een geweldige klik hadden. Ik vind het geweldig. Ik ook. Ik ga heel weinig vinden. Hè. Ik ook. Ik ben nooit sociaal handig geweest. Hè? Ik ook niet. Mijn eerste tong gedraaid op mijn 16. Ik ook. Toen zijn er in snel tempo om de 14 dagen anderen gekomen. Bij mij ook. Er zit nog een groot klein jongetje in. Hè. Dat vind ik vrij verrast. Maar jij dat ook, hè? Ja, ik heb het. Ik ben aan het smelten. Hè. Ik ook. Dat is kei schattig. Dat is zo schattig. Ja, het is door dat continu ik ook zeggen, je creëert natuurlijk een bepaald verwachtingspatroon. Dus toen jij op het einde een soort liefdesverklaring afstak voor Wim Liebert, wist ik gewoon wat hij ging zeggen. Ik vind het tof dat ik je leren kennen. Zalig. Jij zit je men hier zo te bestoeven. Denkt u dat de Wim zich aan iets gestoord heeft, Helmut? Ik heb er lang naar gezocht. Ik denk dat ik misschien iets kan bedenken. Come on everybody and snap your fingers now. C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. You're just too good to be true. Bed naar een café in Oostakker. She's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. I met you like a man, my father, you. Oh, 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 I love you so. Echt een wandelende jukebox. Ja, een echte, hè, met alleen maar vintage muziek. Ja, man. Jij bent heel actief op sociale media de laatste jaren. Oh my god. We beginnen met je Facebook, waar je een prachtige profielfoto hebt. Nice. Ik word er altijd vrolijk van. Ik heb hem al verschillende keren bekeken. En wat het meeste opvalt, is dat die walrus blijkbaar zijn snor heeft gehaald in dezelfde winkel als waar jij je haar koopt. Ja. Nee, maar... Dat is ook de reden dat ik die foto daar gezet heb. Dat vind ik plezant. We zijn de sort of brothers. Ja. Nu, Wim, ik verschoot er niet van dat jij zo goed meedanste, want ook in de Columbus, toen Jan Kooijman te gast was, was al duidelijk dat jij goede en verschillende dansmoves hebt. Nee, maar nee, het is rustig opwarmen, een beetje... Ingeborg-achtig. En dan zijn ze er aan het inkomen. En dan zien we toch op een bepaald moment zo wat meer de tuinman, zo het wieden in en of. En dan is het party in the back. En dan is het tijd voor uw hoogtepunt. Hoogtepunt. Ja, hoogtepunt. Go. Ja. Je rijdt al een jaar of 4, 5 rond met de bus. Ga wel vlot, hè. Na 4 seizoenen valt het op hoe goed jij met die bus kunt rijden. Die steen stikt het. Die in een boom staat daar. En ik moet hier nu... Maar zo, een beetje zo. En toen dat ja, dat is waar. Allee. Ik kan een beetje takken afstaan. Dat is mijn schuld. Oh, het is wel mooi. Oei, oei, oei.
Wow. Ah. Dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Ik denk dat ik door de plank gezet ben. Ça va toch. En plus, ik rij op plaatsen omdat ik eigenlijk niet met een bus rij. Ja. Want een bus dat heeft zeer grote wielen. Eigenlijk dat een grote 4x4. En ik gebruik dat soms als een grote 4x4. En daar bijvoorbeeld, met Helmut... Ja, was het een 3x4? Oh, ja, wel, ja, inderdaad. Eén plat weg. Hè, ja. Er zijn ook plekken waar je niet zo graag rijdt. Hè? Ja. Hoge plekken. Dat is ook zeker rechts. Ik kon het niet zeggen. Oh, mijn manneke, zeg. Hoe is dat nu toch weer gebeurd dat we er zo hoog zit? Ik vind het vrees spijtig, maar ik kan niet kijken naar de kat. Nee, nee, ik zal wel kijken. Het is echt een redelijke gevaarlijke baan hier. Ja. Lasse, hier zit het perfect. Oh man, ik verlang naar de polders. Ja, maar ik weet dan nooit dat dat gaat komen. Ja. We rijden op kompas, hè. Ja. Dus ik kijk ook nooit op een kaart. Mijn compagnon zei altijd dat ik moet rijden. Maar een kaart is vlak. Je ziet, ja, als je niet zo heel goed kaart kan lezen, kun je niet zien dat je over een bergpas aan het gaan zit. Heb je ooit schrik gehad dat je een gast in gevaar ging brengen of zo? Nee. Ik heb gewoon schrik dat we naar beneden vallen. Dat wel. Want die in gevaar brengt. Ja. Je pikt nu medereizigers op aan een bushalte. En zoals alle buschauffeurs ken je ook niet altijd de mensen die opstappen. De hoestingen? Ja. Dat ken je niet, hè. Moet ik het raad? Raad maar. Moeilijk altijd, hè. Zit je in de politiek? Oef. Bijna. Geen flauw. Geen flauw, ben al wie dat is. Zou het dan niks van jou zijn, zo'n meespelende film? Ik werk al zo bijna 12 jaar als acteur. Je bent acteur ook? Och, hè. Jullie hebben nooit alle twee gestreden voor dezelfde titel. Ah ja. Namelijk... West-Vlaams ambassadeur. Ja. Maar ik wist niet dat dat bestond, West-Vlaams ambassadeur. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Het was de eerste keer toen, hè? Ja. En wat zijn dan zo de... Aan wat moet je Hij heeft doen, gewonnen, dus je moet het aan Wim vragen. Wel, eigenlijk moet je West-Vlaanderen uitdragen naar de rest van België en de wereld op de beste manier dat ik kan. Oké. Okay. Ja. En door zo om een hoeza de hele tijd te zeggen. Straf vindt, is dat jullie direct ook een primeur te pakken hadden bij het nieuwe seizoen van Vlaanderen Vakantieland. Want toen Stan van Samang te gast was, was dat ook de eerste keer dat ik hem terugzag op televisie nadat hij in de val was gelokt door die mysterieuze vrouw. Heel tof dus, al hadden jullie misschien iets langer moeten nadenken over de keuze van de gids. Hallo. Goeiedag. Dag Evelien. Het centrum van Spa liep ook helemaal onder water. Nu, in Spa zijn ze qua water natuurlijk veel gewoon. Ze hebben daar Spa Blauw, Spa Bruis en sinds kort ook Spa Kruis. Goedelen, in de nieuwe studio van Laat was het ook wel even wennen qua kledij. Want ja, normaal gezien, in het journaal, dat is een beetje zoals hier, er is een desk. Mm-hmm. Mensen zien vooral uw bovenkant, maar nu plots in die sofa van Laat is ook uw onderkant volledig zichtbaar. En met zichtbaar bedoel ik zichtbaar. Ja. Blijkbaar is er zo wat commentaar op geweest. Alleen dat meende je niet. Op dat... Oeh. Oh. Massas. Bombardement. Het thema trouwens ook denken aan een film. Oei, oh. Dat is nu echt wat ze noemen een splitscreen. Nu, ik had wel het gevoel dat die commentaar bij u echt is binnengekomen. Want een paar dagen later vond ik dat je toch wat overdreven begon te compenseren. Toen we trouwens aan denken, meneer Meri, u zocht nog gordijnen voorbij. Nu, ik ben helemaal fan. Het enige dat ik nog zou veranderen, onder het toetsenbord van Wim de Vilder misschien een heel klein beetje olie smeren. Koen, dank je wel voor de uitleg hierbij. Pommelin, na de kerstvakantie begint het derde seizoen van Like Mike op televisie. Like Mike. Like Me is een reeks over een middelbare school waar enkel kinderen naartoe kunnen die heel goed kunnen zingen en dansen. Ja, akkoord. En Pommelin speelt... Caro. Caro, hoofdrol. En dat is een meisje met een lichte evenwichtstoornis. Ah.
Dan is tijd voor de grote finale. Daarin staat iedereen te zingen, te dansen en liefst een openbare weg te blokkeren. Want in Like Me zijn er geen auto's. De wegen zijn altijd vrij om op te dansen en te zingen. En eigenlijk is dat wel toffer op die manier, maar vroeg of laat gaan daar toch een keer accidenten van komen, Pommelien. Moet. Het moet, dat kan niet anders. Nu, ik heb nog één superbelangrijk element vergeten. Pommelien, jij zult al weten, wat hebben we nog niet gezien? De lift. Naar het einde toe moet er altijd iemand worden opgetild. Ja, dat is verplicht. Dat is de wet. Dat is de wet, voilà. En soms is dat een solo-lift. Soms wordt dat een duo-lift. En in unieke gevallen, bijvoorbeeld bij Hugo Sigal, hebben ze voor de zekerheid toch maar vier mannetjes bijgezet. Dat is niet meer van de jongste, hè. Onze juryleden in de chalet waren geweldig geïnspireerd na het debat over Nederlandstalige hit van het jaar. Ja? Alles oké? Ik wil er eigenlijk niet over praten. Ik heb gezien wat er gebeurd is. Dat was echt niet oké. Filip. Ja? Je moet niet, als Jennifer iets zegt, begint jij direct begint jij, dat meisje te belagen. Ik denk dat ik best even alleen ben. Oké. Uitreiking van de award chocolademedaille van het jaar. Ik heb het gevoel dat wij nu niet meer praten over Lotte Kopecky. Ja. Nu wij niet meer praten, nu ik je niet hoor, kan ik niet denken, kan ik niet slapen. Nu wij niet meer praten en jij er niet bent, mis ik de ruzies die ik vroeger haatte. Ik weet het is te laat als ik zeg. Daarom mocht je nooit op de openbare weg dansen. Ik vind het heel plezant, want als je erop begint te letten op die weerbeelden, dan leerden die mensen achter die beelden ook echt beter kennen. Ik heb een kort overzichtje gemaakt. Bijvoorbeeld Luc Nijrink, die zijn kinderen zitten graag op de schommel. Dat is altijd een gezellig familieuitstapje met de vrouw. En als zijn vrouw geen tijd heeft om mee te komen, dan zoekt hij een alternatief voor zijn vrouw. Luc Laubert die doet dan weer liefst niet te veel moeite. Hier, een kanaal met een bankje. De volgende keer hetzelfde kanaal, maar ietsje dichter bij het bankje. En wat zien we dan nog een week later? Dan is hij gewoon op het bankje gaan zitten. Denk je, heeft die zot nu echt al die weerbeelden zitten bekijken? Nee. Ik heb nog veel meer gedaan als dat.
Want als je daarop begint te letten en je begint je daarin te verdiepen, dan worden die weerbeelden echt de spannendste competitie van het jaar. Want, Lise, je moet weten, voor elk beeld dat er op televisie komt, zijn er tientallen ingezonden. Dus elke avond zitten er tientallen mensen op het puntje van hun stoel te wachten of hun beeld de uitzending zal halen. En op het einde van het jaar zal er maar één iemand zijn die het vaakst het weerbericht haalde. En daarom stel ik jullie met de nodige trots voor... het grote weerbeeldkampioenschap van 2021. Iedereen is mee met het systeem? Ja. Er zitten een aantal mensen hier in de zaal die het af en toe doen, dus ik zie al de spanning op hun gezicht. De spanning is te snaren. Maar we gaan terug naar 1 januari. Iedereen klaar? Want op 1 januari werd de openingstreffer gescoord door niemand minder dan Søren Smets. Eentjes op een vijver, terwijl iedereen nog met een kater in bed ligt. Klasse. Maar dan schiet Maria de Bok in actie. Die scoort direct een paar vroege treffers. Søren scoort met eentjes, dat overtref ik met een roodborstje, dacht Maria. Luc Marceres heeft dat intussen gezien, dus wat doet hij? Ook een roodborstje, maar dan op een fietsstuur. Nou, laat Maria niet gebeuren, dus wat doet zij? Een roodborstje met een vetbol. Is dat een subtiele sneer naar de Luc? We weten het niet, maar ik denk van wel. En dan ontspint er zich een nek-aan-nek-race tussen Martin Lambrechts en Maria de Bok. 10 januari, Maria filmt een zwaan. 15 januari, Martin filmt een zwaan. 27 januari, Martin filmt een trein. 1 februari, Maria filmt een trein. 12 februari, Maria filmt alpakas in de sneeuw. 24 februari, Martin, die kent geen alpakas, dus die filmt wat mountainbikers. Want dan verschijnt er ineens een nieuwe uitdager aan de horizon. Niemand minder dan Mark van Wezenmaal. Onthoud die naam. Ja. En hij zit hier. Pas op, Mark, pas op. Die is wat voorzichtig begonnen door op zaterdag zijn kinderen op de atletiekpiste te filmen. Maar gaandeweg krijgt hij de smaak te pakken en op 31 maart haalt hij zelfs Maria en Martin in met nu al het klassieke beeld. Harkende man op het strand. Martin steekt een tandje bij. Om 17:45, 17:45 ochtends staat hij al in het verre Schuilen. Het is razendspannend. Het is een nek-aan-nek race tussen Maria, Mark en Martin. De 3M van het weerbericht. De strijd gaat in volle zomer verder. 18 augustus. Mark moet dringend op zoek naar een gelijkmaker. Wat zou de een vrachtschip in hammen natuurlijk. Maar dan wordt de Mark driester. Op 22 augustus riskeert hij zijn leven door vlakbij een trein te gaan staan. Martin die ziet dat en die zegt, pas op Mark, voordat je het weet is het uw begrafenis. Maria die doet een extra effort en die komt op 6 september terug gelijk met tractor tussen de bomen. Dat pikeert de Mark, die denkt, ik moet een gelijkmaker scoren. En wat filmt de Mark als die gelijk moet komen? Moet ik het nog zeggen, dames en heren? Inderdaad. Een vrachtschip in Hamme. Nu, Mark heeft natuurlijk ook die tractor van Maria gezien. En wat gaat er boven één tractor? Twee tractors natuurlijk. Op 27 september probeert Maria nog met appelplukkers, maar het is te laat. Mark staat intussen los op kop en de rest haalt hem niet meer in. En dan deelt de Mark de laatste psychologische tik uit aan Martin en Maria en zegt... man met twee teven aan de leiband. Mark van Wezenmaal is de grote winnaar van het grote weerbeeldkampioenschap. Nu, er zijn natuurlijk nog veel meer Belgen die graag eens met hun beeld het weerbericht zouden halen. Ik ken er persoonlijk 9, namelijk de juryleden van mijn chalet. Ja, Sabine, jij weet ook, dat zijn maar amateurs die maken geen kans tegen anciens als de Mark en Maria. Dat gaat niet. Moeilijk. Maar bij Vrede op Aarde hebben wij een geheim wapen genaamd Luc Haakes. Luc had een snoot plan bedacht om te verhinderen dat Mark en co. op één welbepaalde dag geen enkele kans hadden om een weerbeeld te maken en zo onze jury in de chalet alle kansen te geven. Goedemorgen allemaal, welkom op de VRT. Even zien of iedereen aanwezig is. Mark van Wezenmaal. Aanwezig. Oké. Maria de Bok. Ja, dat ben ik. Luc Nijding. Aanwezig. Alexander Manhagen. Ja. Luc Marcelis. Dat ben ik. Søren Smets. Aanwezig. Voilà, we hebben ze allemaal. Hè. We gaan er een plezante dag van maken. We hebben er ook een mooie dag voor uitgekozen. Het is mooi weer, hè? Gisteren gaan we ze nog kringen voor die dag. Ja. Volg mij, maar niet rap, want ik heb mijn voet gestuikt. Dus. Oké. De weerberichtencompetitie is echt een serieuze competitie. En daarom heb ik ook 3 serieuze teams samengesteld. Het eerste team is Pedro, Misha en Jan. Wauw, had ik op gehoopt. Het tweede team is Jan, Sophie en Jennifer. En het derde team is Imke, Philippe en Guy. Doe maar op je max, we hebben tijd. Hè. Dus hier liggen alle decors opgestapeld. Ja, Luc? Ik sta hier bij de regisseur van het journaal en van het weer. Hè. En die mensen die zegt dus, het is heel belangrijk dat er een beetje actie in beeld is. Er zijn kano's ook. Dat is dan aan de meer, dat kan geen probleem zijn. Oké, okay. Ja. Allee, succes. Houd je wat bezig, hè. Man, ik heb Luc Haakes gehoord en boten zou enorm goed werken. We zijn beelden aan het maken voor het weerbericht. Ja. Zien jullie dat zitten om misschien van achter Toekske zo voorbij te wandelen? Wil je dat doen? Ja. Ja. Goed. Super, merci. Imke, ik heb dus extra figuratie voorzien. Oké, Jan, u neemt Misha nu. Oh!
Mooi, mooi. La, 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 la. Meneer Thomas, iets meer in Misha. Ja. Gaat uw vrouw daarmee akkoord gaan? Oh, het zal wel zien. En actie voor jullie. Yes. Stop, kut! Jullie staan recht achter die boom. Enfin, nog eens sorry, hè. Jullie doen het uitstekend, hoor. Sorry. En kut! All right. En kut! Ja, nee, nee. Kut! Kut! Innigheid! Innigheid! Dit is pas een goede scène, Seb. En kut! Sabine, 3 uur is een deadline om de beelden in te sturen voor het weerbericht. Nu, die een dag kregen geen beelden van de vaste klik. Hè. Je kreeg wel deze beelden ingestuurd. Dit is het beeld van Jennifer, Jan, Paternoster en Sophie. Opmerkingen op het beeld? Is het een goede poging? Ja, ja, zeker. Dit is het beeld van Pedro, Jan Peumans en Micha. Ja. Ook goed. En dan zien we nog het beeld van Imke, Philippe en Guy. Alleszins. Zou het beeld van een van de chaletteams het weerbericht gehaald hebben die dag? Of zou Johan Tupke of Martin Lambrechts alsnog met de prijs gaan lopen? Zo rond 7:50 was de spanning te snijden in de living van de chalet. Jongens, het komt eraan. Het komt eraan. Elke moment komt eraan. Kom, kom. Weer of geen weer? Ja! Ja! Het moment dat we ons eigen beeld herkennen, was lang geleden dat ik zo gelukkig geweest was, eerlijk gezegd. Ik snap plots waarom dat mensen zo'n beelden insturen. Fijn, herkenning. Ah, proficiat! Wow, wie gaan we? Ze gaan de medaille. Guy Philippe Courtois, de beeld heeft het weerbericht gehaald. Ik kan het me niet meer herinneren. Heerlijk toch? Uw weerbericht maakt de mensen gelukkig. Ja. Annelies Beck die is dit jaar duidelijk naar de logopedist geweest. En ik denk dat ze daar speciaal gewerkt hebben op die haar rollende R. Daar zitten ze nu allemaal bij elkaar, als ik het goed begrepen heb. Want het moet dit weekend echt rondraken. Prachtige prestatie. Nu, volgens mij heeft hij dezelfde logopedist als Elio die want die doet voor zijn R ook zijn uiterste best. Ik moet alleen zeggen dat de federale regering haar uiterste beste doet. Bij Annelies van Herk moeten niet proberen om niet met nieuws af te komen of je krijgt voor de ogen van een miljoen kijkers een veeg uit de pan. Dank je wel, Riaat, om ons alvast te vertellen wat we al weten. Er zijn ook meer en meer belangrijke mensen die niet naar de studio durven komen. Vooral in ter zake. Kijk maar. En we hebben de verschillende bevoegde ministers in deze kwestie, de minister van Defensie, van Binnenlandse Zaken en Justitie, uitgenodigd naar de studio vanavond, maar ze wilden daar op dit moment niet op ingaan. Ze wisten niet op onze uitnodiging in te gaan. Niemand wou op onze uitnodiging ingaan. Niemand wou op hun uitnodiging ingaan. De politiekers hebben schrik. Nu, gelukkig laten Annelies en Kathleen zich niet doen. Die hebben besloten, als er iemand niet durft te komen, dan zeggen we dat gewoon met naam en toenaam. Naming en shaming. En we hadden hier graag nog over doorgepraat met bevoegd minister Vincent van Petegem. Ik geef nog even mee dat we Jan-Jan Bon en Zoal Demir hadden uitgenodigd in de studio. En ik geef eerst mee dat wij minister Weitz hadden uitgenodigd in de studio. Ja, en minister Zoal Demir heeft dus wel gereageerd, maar wilde dat niet doen op dit moment in onze studio. Iedereen zal het geweten hebben als iemand niet wil komen. En dat kan al eens pijnlijk worden. Zoals die keer dat N-VA'er Wilfried Van Dalen naar de studio moest. Meneer Van Dalen, we zijn heel blij met uw komst, maar de N-VA-kopstukken die wilden vanavond niet komen. Meneer Jan Bon, Weitz, mevrouw Demir. Pats, dat is echt los in het gezicht met dat platte hand. Je moet ook eens kijken hoe dat Wilfried eerst vereerd lacht wanneer Kathleen zegt dat ze blij is dat hij kan komen en dan verdrietig wordt wanneer hij te horen krijgt dat hij geen kopstuk is. We zijn heel blij met uw komst, maar de N-VA-kopstukken die wilden vanavond niet komen.
Nee, dat gebeurt vaker. Kathleen en Lies zitten met een gast in de studio waarvan ze niet content zijn. En dan zeggen ze waar die gast bij zit dat ze eigenlijk liever een andere gast hadden gehad. Maar soms hebben ze echt iedereen gebeld voor ze bij u terechtkomen. En dat laten ze dan ook weten. We hebben Christophe Calvo van Groen en Groen-voorzitter Almaci gevraagd voor een debat met PvdA-PTB, maar zij verkozen niet op onze uitnodiging in te gaan. Ook Georges-Louis Boucher en MER-voorzitter hebben uitgenodigd, maar zijn agenda liet het niet toe naar hier te komen. En ook vooruitvoorzitter Rousseau kon niet komen. Dus Peter Mertes, voorzitter van PvdA-PTB, zult het met mij moeten doen. Nu, dat is natuurlijk een bikkelharde tactiek, die naming en shaming. Nu, als er één iemand is waarbij dat niet werkt, dan is het Mark van Ranst. Want die komt altijd. En dan is dat natuurlijk ook weer niet goed. De communicatie moet beter geregeld. Je komt te veel op televisie. Ja, nogthans, ik heb mijn eigen nog nooit uitgenodigd. Hè. Nee, maar je kunt wel nee zeggen, hè, als we bellen. Ook in het journaal zijn ze begonnen aan hun versie van First Dates. Fatma, jij deed alvast enthousiast mee en je pakte uw date met een oudere man heel goed aan door direct de juiste vragen te stellen. Hou jij van film? Ben je een filmliefhebber? Ook, ja. Ik lees wel eens een boek ook. En... Dat is fantastisch. Ja, luister naar muziek en zo. Ja. Blijf gerust zitten, Frank. Love is in the air, dat voelde direct. En Hanne de Kuiter heeft goed gekeken en ze beseft, je moet je aanpassen aan wie er tegenover u zit. Oudere man, een vraag over boeken, maar wat vraag je dan aan een jongere man? Hou je van Disneyfilms, Aster? Ja, ja. Ruben van Gucht ontpopt zich echt als een Uber-player. Goedele Wachters valt bijna van haar stoel. Mag ik je al even warm maken voor Michel Wuits en José de Kouwer? 3:15, Parijs-Nice. Ja, ik ben al een beetje warm. Dank je wel, Ruben. Hallo, het is al een beetje warm. Stoor het dat we kijken, dames en heren. Nu, het is te begrijpen dat Goedele zo reageert als je hoort wat voor saaie pieten die haar laatste 4 Tinder-dates waren. Een huisarts, een apotheker, een thuisverpleegkundige en een medewerker van een triagepost. Nu, hoe meer er in het journaal wordt gedate, hoe directer dat die daar worden. Zo vraagt Wim de Vilder aan Katrien van Eylen wat ze aandoet om te slapen. Katrien, heb jij al een onesie? Ja. Oké, okay. Ik nog niet. En ze bespreken niet alleen wat ze aandoen in bed, ze bespreken ook hoe dat ze doen in bed. Hoor maar eens hoe Fatma haar nacht met Aster evalueert. Het was wel boeiend. Kort maar krachtig. Dank je wel, Aster. Hij had nog dan zo zijn best gedaan. Hoe zit het op dit moment met uw drankverbruik, Annelies? Veel te veel en veel te vroeg. Dus feest van het jaar is dus het Eurovisie Songfestival. All right. Mijn vrouw zegt, wat een belachelijke ding heb je toch. Ah, je bedoelt belachelijk hamertje. We gaan... Je mag het niet beter.